De massaal aanwezige brandweer kon het pand niet meer redden, maar kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Het is opgeschaald naar zeer grote brand en dat heeft te maken met de enorme rookontwikkeling die het ook tot gevolg heeft. De rook was in de verre omgeving te zien. Vanwege de brand werd zelfs de A28 tijdelijk afgesloten. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Uit meting is gebleken dat er geen gevaarlijke concentratie giftige stoffen zijn vrijgekomen. In de fabriek lagen volgens de brandweer kunststof pellets opgeslagen. Ook lagen er gasflessen. Af en toe vinden er ontploffingen plaats. Het vermoeden is dat het om gasflessen gaat die voor heftrucks gebruikt worden. De brandweer heeft 2 kranen ingezet om delen van het pand te slopen en de laatste brandhaarden te kunnen blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.